Hallo sappige dingetjes van Justice Spectrum. Het is ook weer een gloednieuwe aflevering van een battle voor de UPAEL. Het is weer tijd om tegen Sander te gaan vechten. Dit is battle 6. De vorige battle tegen Sander was niet helemaal gelopen zoals ik had verwacht. Want die Cartana die ging echt door Skald gewoon bijna helemaal dood. Dat sloeg echt weer op een nergens op. Ik ben er nog steeds een beetje boos over. En de vorige aflevering met Sander was ook nog eens niet goed opgenomen door mij. Dus ik hoop dat ik dat nog wat kunnen fixen. Want dat is nog niet gebeurd, zeg maar. Dus ik hoop dat dit een betere aflevering wordt. Ik heb mijn team, ik heb Cortana er maar uitgehaald. Als hij toch al door de Skull dood gaat, dan heb ik Goodra er maar in gezet. Dus ik ben benieuwd. Ik vind wel even dat hij de battle moet accepteren. Want het duurt allemaal een beetje lang. Ik had verwacht dat hij dat doet hij meteen. We kunnen er meteen aan de slag. Maar nee, dat heeft hij dus nog niet gedaan. Dus het gaat tot nu toe in dit toernooi erg slecht. En daar ben ik niet zo blij mee. Maar van deze had ik ook, toen ik het team zag. Oh, kijk, het gaat beginnen. Toen ik het team zag, dacht ik ook echt van, oh, dit is wel een kans voor mij. Maar nee, het ging echt waardeloos. Hij heeft Charizard meegenomen, zie ik. Wie zal ik beginnen? Dus voor meerdere wel niet. Oh, dat is precies degene die waar ik niet tegen wou. Of waar ik hem niet tegen kan gebruiken. Ah, oh, wat een eikel. Ja, dat had ik natuurlijk ook verwacht. Oké. Oké, mijn speed is denk ik wel hoger, dus. En met Extreme Speed mag ik eerst al, maak hem af. Yes! Oké, eentje dood. Nice. Oké, nice. Het gaat tot nu toe nog redelijk. Even kijken. Oké. Rock Ground. Dan doen we Azumarill. Stealth Rock. Oeh, de play. Hij kan nu niet Charizard komen. Hij zal wel Drapion komen. Ja, dat dacht ik wel. Oké, dit deed meer damage dan wat ik had verwacht. 300. Oké, mijn is echt veel slomer. Zijn potion dark. Als je potion jump, ben ik dood. Oh nee, niet. En niet gepotioned. Oh nice. En ben ik. Nou, ik ben alleen niet sneller, zeker hè. Oh, wel met extreme speed natuurlijk. Oh, jammer. Oké, jammer. Potion dark. Laat voor close combat. Als hij in High Dragon komt, dan is Close Combat ook nog goed. Als hij Frostlass komt, dan niet. Kom niet die Frostlass, alsjeblieft. Oh, ja, ik wil wel. Nee, zo, zie je, dit is hem nu. Ice Ghost. Ghost aantal doen we ook tonight. What the fuck? Yes, ik blijf leven. Yes. Oké, kill hem. Oh, hij blijft ook leven. Nee! Oh, en hij was eerder. Dat is echt. Ah, zijn speed is echt fucking. Ik verwacht dat hij gaat switchen. Oh, hij doet roest. Oh, en ik doe rest. Oh. Ja, ik zal natuurlijk sowieso één beurt blijven slapen. Miss. Oh, nice. Dat is iets minder nice. Dat is iets minder nice.
Het kut is met superpower, joh. Doe geen superpower, please. Oké. Okay. Oh, zo so close! Zo so close! Kom charger. Oh, wat een anus! Oh nee, wat een anus! Hij doet... Oh, wat een anus. Oké, okay, ja, ik kan niet anders zeggen dan goed gespeeld. Eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Oké. Okay. Oh nee, dan ben ik zeker net dood als hij Dracomate raakt en hij raakt. Ja. Ja, what the fuck. Op Dark. Nice. Oké. Okay. Verwacht dat hij weer gaat switchen, dus prediction hidden power. Dat is lullig. Switch niet nu. Oké, okay, switch nu niet, 3 meter. Oké. Okay. Zal hij nu switchen? 3 meter, kom op. Oh, hij switcht weer niet. Nice. Nu wel switchen, denk ik. En zo niet, dan ben ik gaan uit. Had ik deze 3 minuten kunnen doen. Hij switch, nice. Oink Golem. Hidden power. Nice. Oké, okay, het kan nog. Het kan nog. Oké, okay, nice. Kom Charizard. Oh nee, hij is niet meer gesleept. Nee, ik heb het zelf verneukt. Nee! Kut. Switch, please. Oh, hij mist de Fire Blast. Hij mist de Fire Blast. Ah, oh, hij switcht niet meer. Nu moet ik hidden poweren, want als hij switcht, oké, okay, hij switcht niet, dan is hij nu dood. Nice. Komt nu Drapion. Oh nee! Oh, ik ben sneller, of niet? Dit was een heftig gevechtje. Dit was een heftig gevechtje. Holy guacamole. Oké, okay, ik weet nu de play for Spirit doen. Nice. Oké. Okay. Heel nice. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje op. Ik heb eindelijk een kinderbed toch gewonnen. Tot de volgende keer. Adios, amigos.